genomen. Het is trouwens wel een wat nieuwere speler, of nieuw, tussen aanhalingstekens, speler op de markt gekomen. Dat is Google. Die heeft met Google I.O., dat is een conferentie op dit moment, hebben ze een, eindelijk hun referentietablet uitgebracht. Een eigen tablet, hè? Ja, ja, de Nexus 7. Ik heb het ding gezien, het lijkt alsof een concurrentie aan te gaan met de Kindle, met de Fire. De Kindle Fire, ja. Sorry. Ja. En met de Nook en allerlei andere media tabletjes. Dus is ook dat formaat, hè? Ja, dat is ongeveer een 7 inch of zo, geloof precies, ik. Ja. Heel klein, dus ja, de grootte van zoiets of zo. Een klein A4'tje. Ja. En dat is $200, dus het is de helft van de prijs van een, ja, van een iPad. Van een iPad, dus het van slim, iPad. Dus echt concurreren. Ja. Ja. Ook met dezelfde beperkingen wel, hè. Dus niet uitbreidbaar met geheugen, wat een heleboel Android-gebruikers wel verwachten. Maar ook met een plan van hoe het ding gebruikt zou moeten worden. Dus ze hebben ook een ander, ze hebben een soort van eitje hebben ze geïntroduceerd. Ja. Dat noemen ze de Nexus Q of de Galaxy Q of iets dergelijks. En dat is een soort van wat Apple dus nu ook heeft. Die Apple TV. De Apple heeft Apple TV. Die wordt ook langzamerhand steeds verder uitgewerkt. Steeds verder ontwikkeld. Netflix zit erop en YouTube en Vimeo. Ja. En dat eitje van hun, dat is dan ook iets dergelijks. Dat is een soort van hub van je media. Dus al je apparaten die kunnen daar hun beeldmateriaal naar zenden. Of audio of wat dan. En hij wordt ook bediend vanaf je andere apparaten. Ja. Het is echt een, dus je Galaxy, je tab, je tablet, PC of wat telefoon, ook. Of telefoon die bestuurt wat daar uit die speakertjes schalt. Of wat er op je televisie verschijnt. Het is best, ik vind het leuk. Ze hebben wel veel te duur in de markt gezet. Dus daar hebben ze waarschijnlijk iets te leuren. Die is twee keer zo duur dan de Apple TV. Ja, ja. Maar ik vermoed dat zij niet meer hebben gekeken naar de Sonos. Kan ook meer, volgens mij. Ja, hij is vrijer, hij is opener. En ik denk dat voor hun erg belangrijk gaat worden. Want ja, omdat zij het Android-platform bieden, ook op dat apparaatje, zullen ze gewoon veel meer aansluiting krijgen met moderne mediabedrijven. Ja. En dus een HBO die nu nog zeg maar, een soort van half vooraan loopt, die zal daar ook op kunnen spelen. En er worden ook bizar veel Android-apparaten verkocht per dag, hè? Ja. Het is een miljoen per dag geactiveerd. Ja, dat is absurd. Dat is gigantisch. Ja. Ja, pas geleden hebben we nog een filmpje gemaakt voor een klant van ons. Ja, en dan zie je dat bedrag en dan denk je van dat is 800.000 van dit en 300.000 van per dag. Per dag. En in Nederland zijn ze geloof ik ook, er is ook zo'n statistiek dat er meer telefoons zijn dan Nederlanders. Dat is wel makkelijk. Ook zo raar. Smartphones, hè? Er zijn ook meer varkens dan mensen in Nederland. Ja, maar een varken heb ik niet op zak. Nee, die zie je ook nooit. Nee. Nee, inderdaad. Ja, die worden ook echt verborgen. Zullen we het niet over de vleesindustrie hebben? Dan moeten we echt een andere. Misschien moeten we dan de wastractor gebruiken of zo. Of iets wat meer. Oh, dat is ook wel een leuk idee. Ja, of de. Ja. De Kokstraat. Voedselstraat. Ik weet het niet. Maar ik vind het allemaal heel spannend. Want ik denk dat misschien Google nog wel het verschil gaat maken voor mediaconsumptie. Ook omdat zij een eigen kanaal hebben. Ze hebben YouTube. En daar lijken ze echt een heleboel karren mee te trekken. Ze hebben eigen echt. Ze zouden, wat ze bij YouTube zouden moeten doen. Gezet. Ik gebruik heel veel YouTube, hè, via Apple TV. Ja. Of, niet zozeer ik, maar Kiki, die kijkt heel veel. Dus die kijkt dan bijvoorbeeld naar Phineas en Ferb. Oh, de laatste, dat is hilarisch. Is dat op YouTube ook? Ja, nou ja, tenminste. Mensen, je kan het op YouTube kijken. Zetten het op YouTube. Ja. Dus dan zoeken we Phineas en Ferb en dan kijken we ernaar. En dan kunnen we het zien. Maar wat er nu gebeurt, is dat. Dan zitten we te kijken en dan ineens zijn ze weg. Dan worden ze verwijderd. Oh ja. Doen al die filmpjes het niet meer. En wat ze nou gewoon moeten doen is zeggen van je kan een betaald abonnement nemen. Ja. En dan mag je er wel naar kijken. Ja, precies. Halen we ze niet meer weg. Nee. En dan verdient die film, maar ja, die filmindustrie. Maar dat doen ze. Dat duurt nog wel 100.000 jaar voordat die is wat gaan doen. Ja, en dat betekent ook dat ze een heleboel romslomp. En als je mij vraagt willen ze zich daar ook niet in verkeren. En dat is wat ze nu ook, dat zie je nu ook. Ze zeggen van, weet je,
wij gaan geen... we gaan niet onderhandelen met jullie, beste televisie-industrie en video-industrie. We gaan jullie gewoon laten doodbloeden. We gaan jullie beconcurreren. Ja, ja, ja. We gaan ons eigen content maken en die beter is. Ja, heel slim. En live streamen en dat soort dingen. En, en daar is dat eitje dan ook, gaat daar een cruciale rol in spelen. Als je plotseling live concerten kan zien op YouTube, waar je normaal nooit bij zou kunnen zijn. Ja, dat is echt super tof. Ja. En ja, wat ik hoop dan is dat de industrie dan langzamerhand gaat bijsturen en zeggen, nou, dat willen wij eigenlijk ook wel. Ja. Maar goed, dat is nog iets waar we nog een hele tijd op moeten wachten. Ja.